DJ uit Leunen slotact Dreamcatchers. Kerstactie voor school in Kosovo. Het is vandaag 27 november. Dit is het Pelemaasjournaal. Aankomende zaterdag staat evenementhal Venray in het teken van Dreamcatchers. Slotact van dit hardstylefeest wordt verzorgd door Steven Tell, oftewel DJ Neros uit Leunen. Dreamcatchers wordt voor de zesde keer georganiseerd. Na vier zeer druk bezochte edities in Horst besloot de organisatie te verhuizen naar een grotere locatie in Venray. Het feest is voor de tweede keer in de evenementenhal. De organisatie heeft er bewust voor gekozen om Steven als DJ uit de buurt de afsluiting te laten verzorgen. Nou, ik vind het belangrijk dat er een goede mix is van regionale, lokale DJ's, maar ook internationaal en nationaal. En Steven is eigenlijk nationaal, maar ook regionaal en heeft een grote schare fans achter zich. Dus zodoende was 1-1 is 2. Steven komt oorspronkelijk uit Sneek, maar verhuisde op zijn 16e naar Venray. Hij is zo'n 9 jaar bezig met het maken van elektronische muziek. Maar het begon allemaal met het bespelen van een instrument. Met piano spelen, daar is het allemaal begonnen voor mij. En daarna merkte ik al gauw dat ik elektronische dancemuziek heel interessant vond. Ja, toen ben ik een beetje gaan pielen met FL Studio. En jaren oefening en dan uiteindelijk komt er iets uit. En hoe kom je dan uiteindelijk bij deze stijl uit? Ja, dus ja, dat is een beetje lastig. Kijk, het begon ooit met de dance. En ik merkte al gauw dat ik het wat te soft vond. Dus dat het iets harder moest voor mij. Er zat meer energie in. En uiteindelijk ben ik hier terechtgekomen. Ja. Inmiddels zit Steven bij een Belgisch platenlabel, Dirty Works. Zij verzorgen ook de acts op Dreamcatchers en zorgen ervoor dat Steven op verschillende feesten kan draaien. Ondertussen is hij hard bezig met het maken van nieuwe producties. Alhoewel Steven wel merkt dat het tegenwoordig een steeds moeilijkere branche wordt. Kijk, ik heb zoveel nieuwe dingen af. Ik wil zoveel. Alleen de markt is heel erg verzadigd. Er zijn heel veel artiesten. Het is allemaal wat toegankelijker geworden om die muziek te maken. Dus je moet echt goed je best doen om je te kunnen onderscheiden. En dat vind ik nog wel lastig, maar ik probeer toch wel mijn eigen stijltje te vinden. En die eigen stijl, dat is dus de wat meer rauwere kant van hardstyle. Waar Steven zich als DJ meer in kan vinden. Ja, dat geeft toch wat meer energie, ook als je de mensen los ziet gaan. Het gaat gewoon net weer wat harder en het is toch, het is gewoon net iets meer voor de echte liefhebber. Gewoon echt het rauwe werk. Nou. De muziek van Steven is te vinden via SoundCloud of zijn social media. Aanstaand weekend draait Steven van 3 tot 4 uur 's nachts tijdens Dreamcatchers. Er zijn nog kaarten beschikbaar voor het feest. Afgelopen week vond de tweede repetitie van Venray the Musical plaats. In maart 2015 wordt deze productie op de planken van Schouwburg Venray gebracht. De acteurs worden begeleid door orkest Flavor. De musical wordt een combinatie van spel en herkenbare muziek en wordt in het dialect opgevoerd. De rode draad in het verhaal is de 50-jarige bruiloft van Karel en Betsy. De musical neemt het publiek terug in de tijd, toen Venray nog heel gewoon was. De regie is in handen van Henk Deters uit IJsselstein en de muziekarrangementen zijn in eigen beheer geschreven. Ieder jaar organiseert het Rijnland College een kerstactie. Dit jaar wordt geld ingezameld voor de aanschaf van lesmateriaal voor een school in Kosovo. Een deel van de school organiseert al een aantal jaar een kerstactie voor Kosovo. Maar dit jaar wordt een inzamelactie voor dit land schoolbreed gedragen. Iets wat Safet Shala, een van de medewerkers van de school, zeer bijzonder vindt. Hij is afkomstig uit Kosovo en ondersteunt al jaren zelf arme gezinnen in het land. Hulp aan Kosovo is volgens hem dan ook zeer noodzakelijk. Ja, dit is zeker hard nodig, omdat in Kosovo is ook oorlog geweest. Dat is in 1999. En dan met opbouwen, dat duurt best te lang en vooral buiten de steden, dan is dat gaat altijd iets langzamer dan in de steden. En nu die school, dat heeft hij niet genoeg materiaal voor een normale les te geven. Iedere zomer gaat de conciërge van het Rijnland College naar Kosovo om arme gezinnen voedselpakketten te brengen. Afgelopen zomer heeft Safet ook een school bezocht, waar dit jaar speciaal geld voor wordt ingezameld. Hij heeft gezien dat zij heel wat hulp kunnen gebruiken om beter les te kunnen geven.
Ja, dat hebben wij in afgelopen zomer samen met meneer Cor Sonnemans. We zijn in de school geweest en wij hebben een rondleiding gehad door de school. En ja, wij hebben gezien op welke manier wordt daar de les gegeven. En dan, als je gaat vergelijken met Nederland hier, ja, dat is echt niet te begrijpen. Bijna alle klassen worden betrokken bij deze actie. De leerlingen zijn zeer positief over dit goede doel. Ja, ik kom zelf uit Kosovo, dus ik vind het eigenlijk heel erg mooi dat de school dit doet. Want vorig jaar heeft de school ook al geholpen, maar dat was alleen voor de onderbouw. En dit is eigenlijk het eerste jaar dat het ook voor de bovenbouw is. Dus ik hoop dat we ook veel geld kunnen inzamelen voor zo'n school die dat eigenlijk wel nodig heeft. Op die school hebben ze bijvoorbeeld heel weinig computers en heel weinig papier. En gewoon de standaard dingen die wij hier heel normaal vinden. Ja, dat hebben ze daar niet. En ja, dat vonden wij een goed initiatief om daar ons geld voor in te zamelen. Twee leerlingen van de school besteden zelfs hun profielwerkstuk aan deze kerstactie. Door middel van een presentatie proberen zij zoveel mogelijk klassen te motiveren om ideeën te bedenken hoe geld ingezameld kan worden. Nou, we hebben de mentoren van HAVO 4 en HAVO 5 gevraagd wat zij belangrijk vonden met hun leerlingen te doen. En we laten eigenlijk de hele kerstactie aan hun wens over wat zij graag met hun mentorklas willen doen. En hoe reageerden die leraren? Ja, zeer positief. Ik denk dat ze het heel leuk vonden dat we ook dat initiatief namen. En ze waren allemaal wel blij. Heel veel mensen kwamen ook met bepaalde ideeën. Sommigen zeiden zelfs, ik heb wat jongens, die kunnen we wat maken. Want je kunt liet een filmpje zien, de huidige situatie. En bijvoorbeeld kapsokken die kapot waren. En één iemand zei, ik ken wel een paar jongens, die kunnen misschien wel leuks maken. Het Rijnland College hoopt de aankomende tijd zoveel mogelijk binnen te halen voor de aanschaf van lesmateriaal. Ook ouders kunnen een bijdrage leveren aan het project. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer? Bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht verloopt droog. De temperatuur daalt tot zo'n 3 graden. Morgen overdag is het droog en er zijn brede opklaringen. Het wordt maximaal 10 graden. Dankjewel voor het kijken en heel graag tot morgen.